Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Jurieke van Made by Jurieke. Leuk dat je mijn kanaal gevonden hebt. Vandaag heb ik weer een leuke toffe unboxing voor jullie van de haakbox van kerst 2021 van Yarnback. Yarnback brengt ze nu en dan boxen uit, haakboxen. Waarvan je dan niet weet wat erin zit. Echt superleuk concept. Ik hou ervan, dat weten jullie. En dan kun je die bestellen. En er zitten dan patronen in. En spullen om te haken. Het garen. Etcetera, etcetera. En ze vroegen mij of ik het leuk vond om er weer eens één te ontvangen voor mijn kanaal. Nou, dat hoef je mij geen twee keer te vragen. Ja, tuurlijk vind ik dat leuk. En vooral Yarnback, ja, jullie weten het. Ik werk er wel vaker samen mee. Ik test er zo nu en dan eens een keer een patroon voor. Heb ik volgens mij dit jaar niet gedaan. Dat heb ik afgeslagen omdat ik het lekker druk heb nu met mijn kinderen. Dus dat gaat mij niet lukken onder tijdsdruk. Maar ik vond het wel altijd super leuk om te doen. En ik vind het ook heel leuk dat ze mij weer hebben gevonden. En we gaan kijken wat erin zit. Ik heb bij voorbaat al gevraagd van... als er iets in zit wat ik niet gebruik. Waarvan ik weet dat ik het niet ga gebruiken. Vinden jullie het dan goed dat ik het weggeef in de winactie? Dat vonden ze helemaal goed. Zo zijn jullie er blij mee en ligt het hier niet te verstoffen. Dat is natuurlijk veel beter. Maar wie weet, denk ik bij alles, yes, dit ga ik gebruiken. Dus we gaan het zien. Wil je kans maken op die winactie? Volgens mij, als ik het goed heb, moeten we nu nog op het moment van filmen 26 abonnees hebben. En dan gaan er 2 mega winacties uit. Grote pakketten, te waarde van 100 euro, eigenlijk al meer. En dus heb je nog niet op abonneren gedrukt, doe dat dan zeker even. Ik heb hier de box. Heel leuk vormgegeven, hebben ze zelf gedaan. Dus echt chapeau ervoor. Echt heel leuk. Tof. En jullie weten het, je scoort bij mij al punten als je de verpakking al heel leuk hebt ingepakt. De boxen, ik heb snel even op hun pagina gespiekt. Ik zag een story op Instagram voorbij komen met de sneak peek van de kerstbox. Die heb ik leuk gedrukt en snel weer verder geswiped, zodat ik de inhoud niet zou zien. Want ik vind het veel leuker om verrast te worden. Maar ik heb dus wel even gespiekt wat ze kosten. Mocht je hem nog aan willen schaffen, dan kan dat. En het is natuurlijk ook super leuk om een cadeau te geven aan een haakfan voor kerst. De boxen kosten €34,95. Zo, mijn mes is ook weer paraat. Ik ga hem even openmaken en dan gaan we samen kijken wat erin zit. Zo, ik heb hem opengemaakt. Ik heb nog niet gekeken wat erin zit. We gaan het er samen weer ouderwets uitgrabbelen. En jullie mogen al even spieken. Ik zie alleen maar papier. Dat gaan we eraf halen. Sorry voor het gekraak. Allereerst voel ik iets van een kaartje of folders. Gaan even kijken. Oh, dat zijn patronen. Die kan ik jullie natuurlijk niet laten zien, want dan weet je meteen wat erop staat. Dan denk ik ook dat hier de benodigdheden voor in zitten. En het patroon wat ik je nu laat zien, ik dek het wel even af dat jullie foto's kunnen zien. Jullie kunnen ook gewoon op Instagram Yarnback gaan volgen. Ik zal even, als het me lukt, het linkje hieronder inzetten. Ook naar hun website natuurlijk. Maar ze hebben een ontzettend leuk hetje ontworpen. Een rendier. En dat is rendier Ruud. Superleuk. Echt, dit vind ik tof. Hier hou ik van. En als je hun op Instagram volgde, had je ook mee kunnen bedenken over wat de naam zou worden. Dus ze hebben wel vaker van die leuke stories. Dus volg ze zeker even. Nou, dit is dus het patroon ervan. Die ga ik zeker bewaren. Dan een hele leuke ster. En ik denk dat deze patronen ook wel los op hun website te koop zijn. Maar dan zou je even zelf moeten kijken. Heel leuk. Nou, die wil ik ook wel graag maken. Want die is wel leuk voor in de kerstboom te hangen natuurlijk. Oh, deze zijn ook schattig voor in de kerstboom. Happy trees. Kerstboompjes met feestlampjes. Super gezellig ziet dat eruit. Heel leuk.
vind ik tof. We grabbelen verder. Oh, ik voel hier twee bolletjes. Stormwash wou ik zeggen, dan verklap ik het al. Doordat ik verblind ben door mijn ringlamp, kan ik nou niet goed beoordelen of dit nou geel of beige of zo is. Het zijn hele mooie bollen. Ze komen goed overeen op de camera. Het is zo fijn met die ringlamp. Het is kleur yellow jasper. Nou, dan zal het waarschijnlijk geel zijn. Kleur nummer 809. Scheepje stonewash. Die zou je waarschijnlijk kunnen gebruiken voor Ruurt. Ruurt. Ik heb altijd moeite met de R van mijn eigen naam. Hier pak ik een bolletje scheepjes Katona. Een gewone witte in de kleur 106. Een klein bolletje scheepjes Katona geel. Die zou je dan voor de sterren waarschijnlijk kunnen gebruiken in de kleur 208. Nog meer garen. Een klein bolletje scheepjes Katona in de kleur 212. Een groene. En een klein bolletje Katona in de kleur 258. Hele mooie kleur. Komt iets roder over op de camera dan dat hij is. Zijn er nog niet. Dus je kunt wel zien dat je voor dat geld echt waar krijgt, hè? Ik denk dat jullie dat met mij eens zullen zijn. Ik heb nu al 3 patronen en 6 bolletjes vol. En dan zijn we er nog niet. Hier heb ik nog een witte kleine Katona in de kleur nummer 105. Nog een bruine Katona in de kleur 503. Ik voel hier iets van lucht. Ik weet niet of dat luchtbubbeltjes zijn. Nee, het is fiberfill. Ook ideaal dat ze dat erbij doen. Echt aan alles wordt gedacht. Hier iets kleiners. Oh, dat zijn de oogjes. Ook heel leuk verpakt. Dus weer meer punten. Ja, vind ik leuk. Ik pak er even wat spullen uit. Voelt als boekjes. Maar ik kijk nog niet. Oh ja. Leuk. Die heb ik ook al voor in de winactie. Cup of Mr. Klaus. Het is een kop die je kunt haken. En het is ontworpen door Anna Varichai. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het is een scheepjesjarn after the party. En ik zie ook een vrouwelijke variant achterop staan. Ik weet niet of je die daar dan zelf van kunt maken. Of dat daar ook een apart boekje van is. Ik vind deze heel leuk. Die wil ik wel zelf houden en gaan vreubelen. Ik ben bijna klaar met mijn konijn die ik voor een kraamcadeautje maak. Dus ik denk dat ik die dan of de ster als eerste ga doen. Ruurt vind ik ook heel erg leuk. Maar ik moet zeggen dat ik niet weet of ik dat qua tijd nog haal voor de kerst. Maar misschien doe ik hem wel een keer gewoon maken. Die andere Golden Reindeer van vorig jaar die in het kerstpakket zat, die heb ik nog steeds bij Sjors op zijn kamer staan. En ja, die vind ik voor altijd gewoon leuk. Dus die staat daar nog steeds. Oh, hier heb ik de vrouwelijke variant. Cup of Mr. Klaus. Mrs. Klaus. Zelfde ontwerpster. Ja, heel leuk. Tof. Dan heb ik hier een klein maar fijn scheepjes feestmaand breien, naaien en haken. Wat leuk dat die nou dit soort boekjes hebben. In de winactie heb ik ook 2 of 3 verschillende boekjes hiervan gedaan. Dat vind ik heel erg leuk. Eens even kijken, wat kunnen we maken? We kunnen mooie sokken breien, kerstsokken. Ja, die vind ik leuk. Hoe ga ik jullie dit laten zien zonder patroon te spoilen? Ik vouw hem even dubbel. En ik scherm hem af. Super tof. Gemaakt door
zie het niet staan. Bij die andere stond het erop. Waarschijnlijk door scheepjes zelf dan, denk ik. Dan hebben we nog... En die zou ik wel leuk vinden om een keer te proberen te maken. Een kaart die je kunt borduren. Kerstboompjes. Dus die kan ik helaas niet laten zien. Anders hebben jullie meteen het patroon. The Season Sweater door Claire Montogoromi. Is ook braaien. Oh, dat vind ik leuk. Haken. Oh, je kunt een gebraaide en een haak variant maken. Dat vind ik leuk om een keer te maken. Yes. Die ga ik in mijn kast doen. Tof. Ik wil kleding gaan braaien, dus misschien ook wel leuk. Even kijken. Er staan er nog meer dingen in. Echt, die boekjes zitten bomvol leuke patronen. Ik vind dat zo leuk. Warm Winter Garland door Liz Barcoloche. Dat is denk ik naaien. En dan kun je een leuke slinger met mutsjes maken. En kerstboompjes. En handschoentjes. Ook heel leuk. Wobbly Snowman door Matti Varchi. Ja, die vind ik ook heel leuk. Ik denk dat ik die volgend jaar wel zou willen maken. Ik ga het ook nu gewoon allemaal niet meer redden voor de kerst. En dit vind ik toch echt wel hele kerstgerelateerde dingen. Ja, logisch natuurlijk. Het is trouwens een kerstbox. Ja, heel leuk boekje. Blij mee. Dan hebben we hier een Lonesome Pine Straw van Esme Krik. Ook een scheepje Sharn After the Party. Is een mooie deken. Hier zie je hem achterop nog helemaal staan. Met kerstboompjes. Maar ik denk dat als je deze in een andere kleur dan met groen zou maken. Dat het dan niet per se zou opvallen dat het kerstboompjes zijn. Dus dat het hele jaar goed zou kunnen. Die doe ik wel bij hem in actie. Want daarvan weet ik eigenlijk al dat ik die niet ga maken. Ondanks dat ik hem wel mooi vind. Dan grabbelen we even verder. Dan zie ik hier een hele leuke kaart. Met This the Season to Crochet. Leuk. Die ga ik ophangen. Hou ervan. Een pakketje. Het zal erin zitten, jongens. Love it. Wederom weer heel leuk ingepakt. Een hanger van hout. All I want for Christmas is yarn. Oh, dit is geweldig. Dit soort dingen, dat vind ik zo superleuk. Hier wordt mijn hart warm van. Kijk dan, dan kun je hem zo leuk ophangen. Ik neem hem zo meteen mee naar beneden samen met de kaart. En dan kan die alvast leuk opgehangen worden. Echt super tof. Hebben jullie er weer een feestje van gemaakt, Jarnweg? Echt heel leuk. Voel je nog van alles uitvallen? Hier heb ik een... Oh, dit, ik denk dat ik hem weer niet goed open heb gemaakt. Echt, ik ben zo'n kluns met pakketjes openmaken. Hier heb ik een grote kaart met kerstbox. En er staat op... Lieve jij, hopelijk ben je net zo enthousiast over de kersthaakbox als wij. Deze speciale editie haakbox is met veel liefde samengesteld. Om er zeker van te zijn dat onze artikelen jou een speciaal gevoel bezorgen. We wensen je liefdevolle feestdagen vol creativiteit en gezondheid. Yarnback. Superleuk. Hier zie je de website nog even. Thanks. Dan hebben we inpakpapier. En dan komt er nog één dingetje uit. En dat is nog een klein maar fijn. Nou, dat is leuk. Wil je weten wat hierin staat, dan kun je in mijn vorige pakketjesparty even kijken. Want daar heb ik het boekje uitgebreid toegelicht. Daar zat hij ook in. Het is weer een klein maar fijn scheepjesboek met een corner-to-corner deken met een auto en een kerstboom erop.
een krant, roodbosjes die gebreid zijn, een muts, een rendier die je kunt punchen en een mokwarmer. Ook deze doe ik bij de andere doos in de winactie. Dus dan hebben de winnaars allebei zo'n boekje. Heel leuk. En als het goed is, zijn we er dan. Ja. Nou, lieve Yarnback, ik wil jullie hartstikke bedanken voor deze prachtige box. Ik ben er heel blij mee. En je ziet, er gaat weinig uit voor de winactie. Ja, ik vind het heel tof. De dingen die ik dit jaar niet ga kunnen haken, omdat ik gewoonweg tijd tekort kom. Het is een hele drukke periode. Mijn man is bijna elke week, de hele week van huis. Dus samen met de twee kindjes en de dinsdagen gaan mijn kindjes nu niet meer de deur uit. Dus de enige momenten dat ik echt tijd heb om even te haken of te breien of wat ik dan ook wil doen, dat is 's avonds laat. En dan red ik het niet echt langer dan een uurtje. En ja, ik heb nog wat dingen die ik echt af moet maken. Maar de dingen daar ik nu niet aan toe kom, ga ik zeker volgend jaar maken. Lieve allemaal, bedankt voor het kijken. Vergeet dus niet te abonneren. Kijk even op de Instagram van Yarnback. Dan blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws en moois wat we maken. En ja, ik ben heel benieuwd. Ga jij deze mooie kerstbox ook bestellen? Yarnback, nogmaals bedankt. En ook jullie een liefdevol en gezellig 2021. Het uiteinde gewenst. En dat het een heel mooi nieuw jaar mag worden. Zonder alle ellende in de wereld. Dank voor het kijken allemaal. Doei!